Het is ook een lastig proefje. Lastige. Gaat prima. Hou het geluid dan, dat het geschoten is. Nou, het is de bedoeling dat ze... dit is markeren. Ze kunnen idealiter markeren ze op het gezicht. Dus we moeten hem zien vallen. Maar de honden lopen natuurlijk die kant op. Dus ze zijn best wel bezig met de baas voor. En niet in bijvoorbeeld wel de bedoel om ook daadwerkelijk te kijken. Nee, dat zien vallen. Het is gemist volgens mij. Precies. Het kan ook zijn dat ze puur op het schot onthouden waar je van is, maar dan hebben ze het niet gezien. De wind komt van die kant en hij wordt niet heel ver het veld opgevoerd. Nee, dus dan op de ruiken zit nog de wind in dan misschien goed. Ja, dus de wind moet het wel echt, als die niet diep genoeg gaat, dan blijft hij boven de wind en dan kan hij niet uit meer rijden. Dus dit is lastiger dan het... En ik denk dat je veel valplekken gaat krijgen. Dus lopen, iedere keer ook maar, van waar... Oh ja, als je maar even de vorige keer. Als je twee stappen verder loopt of twee stappen ervoor. Ja. Dan zie je dat het eigenlijk nooit helemaal lukt om echt een goede praktijksituatie na te bootsen. Lastig hoor. Ja. Heel lastig. Nou, misschien mag je daar niet komen. Ik denk, waarom gebruik je dat riet hier niet, hè? Want dat is leuk hier. Ja, voor mij mag het bij wel. Ik ben er klaar met het riet. Dus. Nee. Nou, kijk. Maar dat zou... In het riet te zullen, ja. Laar kan dat goed op. Benny, die heeft het niet gezien. Ik heb niet gezien dat ik het heb gezien. Ja, keurig. Netjes. Nou, jullie zitten op drie plekken, of nog meer? Kijk, nu loopt het dus al anders. Nee, twee plekken. En hij gooit nog een keertje. En daarna moeten we nog in het bos een konijn. Ze wilden eerst op de wei, maar dan zit die B4 wat in de weg, want daar wordt ook geschoten. Ja, dan heb je kans dat die honden doorschieten, dus dat kan je niet maken. Vandaar heb je natuurlijk best wel een beetje ruimte nodig om het aan elkaar te houden, anders dan... Ja. Dit gaat netjes. Ja, maar ik zag het niet. Ja, ze draaien wel. Alleen ze draaien. Heb je dat gemaakt? Oh god. Vond je een verhaal, hè? Ja. Want ook deze dingen... Zet dat ding even op de rugleiding. Dit is niks. Ja. God. Je hebt toch koud, hè? Dit is niet veel meer. Oh. Maar dat begon niet zo te zeggen dat het makkelijk was. Dit is lastig, nu moeten de honden in feite met de schuine lijn naar bossen gestuurd worden. En er zit ook nog een draad tussen. Dat is, nou ja, dat hoeft niet, maar dat kan een extra hindernis voor honden zijn. Maar ze zijn er vanmorgen ook onderdoor geweest voor hun proefdraai. Dat klopt nog. Want ze zijn hier op de beekje geweest vanmorgen, niet hier achter. Achteraan zijn ze geweest, ze moesten het ook onderdoor. Maar dit is lastig, want je moet ze nou wel op schuine lijn sturen. Ja, goed zo. Ja, het is mooi om ons mee. Als je die hond naar de kant zet, waar heeft hij nog? Dat zag ik niet. Er zit ook een helft op vlak achter dat dingetje, want zij kwam niet terug. Die nou? Dus toen heb ik toch nog even gefloten. Ik denk, wat gaat ze nou doen? Toen zag ik later, toen ze terugkwam, zag ik een helft op die van jou. Ja, en dit is moeilijk. Ik geef het ook de tweede genomen.
plat op iemand in het bos, die ze neergooit. Ja. Dat die is stond voor twee mee kunnen nemen. Wat zeg je? Die stond hem voor twee meegenomen. Nee, die wordt weer opnieuw neergegooid dan. Nou, die golden die daar net liep, die leek dat wel te overwegen. Oké. Kom maar. Hij is alleen, hè? Binnen. Hij helpen zijn en dat je moet wachten op de beest van de volgende, dat is ook een probleem. Oké, dat is